Vandaag in ons proefjeslaboratorium een rode kool die niet rood is. Ze zijn er klaar voor. Kelvin en Siebren. Siebren doet graag aan paintball. En Kelvin houdt met heel zijn hart van klimmen. Jongens, er staat hier iets drinkbaars voor het proefje. Dit kan ik drinken. Nee, je mag nooit zomaar iets drinken in een lab. Tuurlijk niet. Waar ligt het tweede? Water met prik en normaal water. Drinkglazen met drinken dus. Maar wat zit erin? Dit kun je drinken. Dit is water met prik. Ik denk het ook. Aha. Van het fout. Dit is gewoon normaal water. Dat klopt. Dan is dat water met prik. Ja, het is moeilijk te zien zonder kleur. Ik drink de espresso veel. Omdat het is lekker. Water met prik. En dit? En? Ik denk zo'n azijn. Lekker, hè? Het is heel viezig. Ik denk citroensap. Klopt. In die nieuwe glaasjes zitten schoonmaakmiddelen. Dus dat echt niet drinken. Handschoenen moet je hebben. Want je mag niet met je... Anders gaat je vinger pijn doen of zo. En je moet een bril op, anders komt het in je ogen en dat doet ook heel veel pijn. Heel verstandig. Jullie kunnen dit. In de kast. Kan je het echt eten? Wat moet dat met die rode kool? Waren de drankjes nog niet genoeg? Dat is vies hoor. Nou, maak er maar kleine stukjes van. Ik heb er al 1. Die gaat weer scheuren. Ik heb er 6. In de planner. Moet het zo groot, Siebren? Ja, het moeten grote stukjes zijn. Nou, nee, ik zei toch echt kleine stukjes. Ah, gelukkig. Dit gaat goed. 2. Het zijn paraat 2, toch, Siebren? Aan de onderkant is het wel warm soms. Warm water erbij en mixen maar. Gewoon even wachten. Nou, lekker kleurtje. Ja, dat is wel goed hoor. Maar de deksel moet er nog af. Deksel moet er nog af. Dat is moeilijk. En nu dat erin gieten. Ja. Haal het sap maar uit de drap. Doe maar nog weer. Doe maar nog weer. Dat les. Niet zoveel Kelvin. Zo. Even goed uitpersen, jongens. Nu is het wel klaar, Kelvin. Niet echt rood, dat rode koolsap, of wel? Paarsig, blauwig, zwartig. Nee, hier zo in het midden. Kelvin, zullen we in deze glas doen? Oh, jullie gaan het schoonmaakmiddel paars kleuren. Huh? Groenig speel! Het groen. Dat is gewoon onmogelijk. Het paars is nu groen geworden. Ik denk dat dit rood wordt. Ik denk dat dit weer groen. Paarse sap erbij en... Zo is het rood. Wat zullen we nu doen, Kelvin? Deze? Het sap kan toch niet nog een andere kleur worden? Dit gaat gewoon gezegd speel, denk ik. Hé? Nou moe. Roze? Ja, ik heb het goed. Wat kleur wordt dat? Wacht. Nee, Siebren! Ik denk dat het paars wordt nagetekend. Ongelooflijk. Ik blauw. Blauw? Ja, ik zie het. En dat glas dan? Paarsig. Nou ja, ik sta echt versteld. Bij elk glas heeft het rode koolsap een andere kleur gekregen. Hoe kan dat? Omdat dat was anders, dat was ander drinken, dat was ander drinken, dat was ander drinken en dat was ander drinken. Dat is geen drinken. Daar was anders stof nog wat is. Schoon stof. Klopt. Elk stofje zorgt dat de rode kool een andere kleur krijgt. Dat is bijzonder. Nou, dit is voor mij goed. En dan moet dat hierin en deze. Nee, dat moet in deze. En dan kunnen we daar dan in gieten. Hé, waarom wordt het nu paars? Nu hebben we geen roze of blauw meer. Jongens, help even. Nu veranderen de kleuren weer helemaal. Maar nu is het groen. Rood, geel, blauw, roze, paars. Maakt samen groen. En wat is dat nou weer voor een kleurloos spul? Azijn. Oh ja. Nou, nu ben ik helemaal in de war. We hebben van groen roze gemaakt. Wat super gaaf. Dit is ons proefje. Kan jij het beter? Fantastisch. Bedankt Siebren en Kelvin.